Nee, alsjeblieft, het woord. Komt het goed met hem? Rotjoch ben jij toch? Ja, flikker op dan. Ik ben jouw voogd, ik moet hierbij zijn. Ga wel alsjeblieft zitten. U je kent, meneer Nazar? Ja. Deze gevoel was een vriend van Davy. Was op de begrafenis. Ik dacht dat ik mijn neefje veilig bij hem kon laten logeren. Hij heeft er alleen niet bij verteld dat hij diegene is geweest die mijn broers gezin in het ongeluk heeft gestort. Ik was later achtergekomen. Davy en ik hadden het goed gemaakt. Mm-hmm. Je kan zoveel zeggen, jij. Wij gaan het gesprek nu niet voeren. Dat is prima. Hij kan weg. Nee. Ik wil het graag hebben over de inbraak in CS en de rol van Amir. Klopt het wat mevrouw Langeveld zei? Wist Amir ervan? Kun je mij antwoord geven? Niet met hem erbij. Dat bepaal je niet. Is het ook mogelijk om zonder voogd verder te praten? De verhoudingen liggen nogal ingewikkeld. Kan deze kneus misschien weg? Door hem zitten we hier allemaal in de shit. En... ik ben zo terug. Ik ben jouw voogd. Mijn moeder vond jou een klootzak en mijn vader had een scheidhekel aan het wijf van je. Ze hebben er gewoon nooit aan gedacht de voogdij te veranderen. Dus ben ik jouw voogd. Ik slaap nog liever onder een brug dan bij jou, die zuurbruin. Je slaapt nog liever bij de moordenaars van je ouders, bedoel je? Dat is hij niet. Dat zie ik anders. En Davy ook. Ik ga af op wat mijn broer mij verteld heeft. En jij? Als jij er niet was geweest, hadden ze allebei nog geleefd. Ik heb meer aan hem dan ik ooit aan jou zou hebben. Door je te helpen inbreken? Nee, hij is er. Hij luistert en hij probeert me te begrijpen. En dat is iets wat jij nooit zal kunnen. Ik zit hier niet op verdenking van inbraak. Maar daar heeft hij toch niks mee te maken? Dat heb ik gedaan. Nee, dan heb ik dat verkeerd begrepen toen de politie mij belde. Amir wist later pas van de inbraak bij CS af. Maar hij is geen verrader. Jij wist van die inbraak? Jij zegt helemaal niets meer zonder advocaat. Weet je, zet me maar vast. Ik ben schuldig aan de inbraak en ik heb Lana geduwd. Niet Amir. Je hoeft de cel niet in, maar ik wil je wel een paar vragen stellen. Prima. Daarna ga jij met mij mee en je zet geen stap meer buiten de deur, behalve onder mijn begeleiding.